Tony Gorter, 40 minuutjes meegedaan oefenwedstrijd tegen NEC en toen? Ik had wat last van mijn schouder weer. Gisteren op de training in een duel viel ik erop. En dat is, daardoor is die wel weer wat gevoelig geworden. Maar ja, het was meer uit voorzorg dat ik gewoon naar de kant ging. Omdat ik kon niet echt in die duels vrij zijn. En ik vind wel dat je daar vrij moet zijn en 100% de duels in moeten kunnen gaan om zo'n wedstrijd te spelen. We hoeven er niet iets ernstigs van achter te zoeken. Nee, dat niet. Het was meer uit voorzorg ook. En net zoals ik zeg, ik voor mijn gevoel dat ik niet echt 100% die duels in kon gaan. En dan moet je gewoon slim zijn en dan gewoon even eruit gaan. Deze wedstrijd had je wat om je arm hangen, de aanvoerdersband. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen? Ik weet niet, ik heb de trainer vroeg in het begin van het seizoen wie de aanvoerder wilde zijn. Ja, en niemand stak zijn vinger op, dus ik denk, waarom niet? Dus misschien dat er nog mee te maken heb. En misschien dat ik ook een van de oudere jongens ben. Dus misschien ik weet niet, dat moet je eigenlijk aan de trainer vragen. Dat ga ik ook zo doen, maar hoe is dat om aanvoerdersband te dragen bij AZ? Dat is natuurlijk leuk. Dus, het geeft speciaals. Maar aan de andere kant, het wilde ook niks zeggen. Ik bedoel, er moet altijd eentje de aanvoerder zijn. Ja. Dan naar dit seizoen, hoe kijk je tegen dit seizoen aan? Voor mij is het, ik moet mijn kans grijpen op het middenveld. En ik denk dat voor mij dit een belangrijk jaar wordt waarin ik wel minuten moet gaan maken. En daar zal ik alles aan doen. Je zegt, je moet je kans grijpen op het middenveld. Dus je hebt het neem ik aan met Marco over gehad, dat hij jou als een middenvelder ziet. We hebben het er niet over gehad, maar ik neem aan van wel. Ik train op middenveld en ik sta op het middenveld. Dus ik denk dat ook mijn beste positie is. En ik denk dat ik me daar nog wel kan laten zien. Als ik zo kijk naar die ploeg die vandaag op het veld stond, heb ik het idee dat dat een beetje de ploeg is die net buiten de boot valt. En dat de ploeg die gaat spelen, die het baanself, dat die morgen gaat spelen. Hoe kijk jij er tegenaan? Dat zou best kunnen. Kijk, voor mij is het gewoon elke minuut die ik speel, die moet ik gewoon laten zien dat ik beter ben als de andere middenvelders. En dat is die concurrentiestrijd die aan moet gaan. Ja, en anders zijn er nog andere opties die open liggen. En, voor mij, ik doe gewoon keihard mijn best. En dan is het aan de trainer te beslissen wie je wel en wie je niet gaat spelen. Ja, onder de vorige trainer, Dick Advocaat, kwam je volgens mij niet echt voor in zijn plannen. Hoe is het gevoel met Marco? Ik denk dat iedereen gewoon een eerlijke kans krijgt. En zoals ik zeg, die kans die moet je pakken. Ik denk dat ik een middenvelder ben die wel in dit systeem zou kunnen spelen. Met mijn loopvermogen en dat ik toch voetballend wel... wat kan. En daarvoor moet ik het laten zien. En dan staat de trainer of wat die beslist. Stel nou dat er in de komende voorbereiding dat je het gevoel krijgt en dat het een beetje blijkt dat je niet binnen die basiself valt. Wil je dan weg of heb je zoiets van ik ga strijden voor mijn kans dan gewoon? Kijk, tuurlijk. Ik denk dat dit een belangrijk jaar wordt voor mij. En ik denk dat ik wel moet gaan spelen om te blijven ontwikkelen en een jaar op de bank zitten, ik denk dat niet voor mij goed is en voor de club goed is, denk ik. Dus dan is misschien een mogelijkheid om een verhuur of verder te kijken. En, ik bedoel, daar heb ik mijn hoofd nu nog niet bij. Ik wil nu gewoon laten zien wat ik kan. En AZ is een mooie club en daar wil ik gewoon voor vechten. En, we zien wel hoe het gaat lopen. Vorig jaar in de winterstop kon je naar ADO Den Haag. Heb je ervoor gekozen om te strijden voor je kans? Hoe zit dat precies? Gewoon hoe ik het zeg. De trainer had toen gezegd van luister, als je was op het trainingskamp, als je het laat zien, maak je kansen. En toen ben ik goed het trainingskamp doorgekomen. Waarna de kans was dat ik minuten zou gaan krijgen. En aangezien we veel wedstrijden hadden. Had ik zoiets van ik blijf en ik ga vechten voor mijn kansen. En zijn tot een paar wedstrijden gekomen, maar niet de wedstrijden die ik eigenlijk hoopte. Tot slot is een beetje een wrange overgang, maar al die gebeurtenissen donderdag in de Oekraïne. Hoe is dat in de groep? Hoe gaat de groep daarmee om? Het blijft iets bizar, denk ik. En, iedereen, niet alleen onze groep, maar ik denk dat de hele wereld wel geschokt is erover. En, iedereen heeft zoiets van, hoe kan het gebeuren eigenlijk?
Kijk, en dit soort dingen, dat hoop je dat dat eigenlijk niet gebeurt. Ja, en dan gebeurt het en dan is iedereen wel even is wel even iedereen geschokt, denk ik. Ja, het komt wel hard aan. Ik vond ook dat we de minuut stilte die we deden vooraf, ik denk dat dat ook goed is en dat had ook gewoon moeten.